Sea of Thieves. Ik heb hem net gespeeld samen met Tjeerd van de Power Unlimited. En ik houd heel erg van het type game dat Sea of Thieves wil zijn. Gewoon lekker op piratenavontuur gaan in co-op. Je ziet heel veel van dat soort games. Ik ben er heel blij op. Ik hou van games die leunen op co-op. En Sea of Thieves heeft misschien wel de beste co-op mechanics die ik in een game, nou, in ieder geval next gen heb gezien. Het is echt heel erg vet. Je kunt echt de meest rare shit samen doen en alles is erop toegespitst om dat ook samen te doen. Dat gezegd hebbende, dit wil je niet met iemand anders dan vrienden spelen. Dit ga je niet spelen met randoms, dit ga je gewoon spelen met je vrienden. En dan ga je echt serieus een waanzinnige tijd tegemoet. Je kan gewoon muziek maken, je kan samen het schip besturen. Nou, dat zul je wel moeten, want je moet met elkaar communiceren om niet op die ene klif af te varen. Of om die ene schat te vinden. En je hebt natuurlijk ook nog andere piraten in de spelwereld, dat zijn eigenlijk je concurrenten natuurlijk. Dus je moet echt goed samenwerken en op een gegeven moment waren we ook verhit in een soort van slagveld, in een veter tussen twee schepen. En wij stonden aan de ene kant, zij aan de andere kant. En ja, we waren op elkaar aan het knallen en iedereen was naar het dek aan het rennen om een kanonskogels te pakken, in te laden. Het was gewoon echt een goed geoliede machine. Ja, dat was zo tof toen we langs het eind trokken. En ja, je hebt ook silly momenten, weet je wel, dat je met je twee Aqualdion aan het spelen bent. En dat ondertussen blijkbaar op een klif af aan het varen bent en dat je gewoon sterft. Dat is echt heel cool. Het ding is wel een beetje met Sea of Thieves, dat ik bang ben als de map klein is. De map die wij speelden was heel klein, zeg maar het gebied waarin je kan varen. En het is natuurlijk instance, het is geen open wereld. Dus ik vroeg aan de meneer die zeg maar van Rare erbij stond van, maar hoeveel mensen kunnen dan in zo'n map? En dat wilde hij niet zeggen. Toen zei ik, is het dan open wereld? Ja, dat wilde hij ook niet zeggen. Nou ja, kijk, en dat soort dingen zijn natuurlijk wel belangrijk, want anders ben je er binnen een week op uitgekeken. Dus nou, ik hoop dat het daar in ieder geval goed mee zit. De co-op mechanics waren fantastisch. Het schieten was ontzettend kut. Het voelt echt alsof je op een boom aan het knallen bent. Je krijgt nul feedback. Er is geen bloed. Mensen leunen niet naar achteren als ze beschoten worden. Er gebeurt helemaal niks. Headshot voelt hetzelfde als dat je iemand in zijn teen schiet. Dat gezegd hebbende, ik ben echt hyped. En ik hoop echt dat er heel veel content in zit. Want dit wordt echt een co-op avontuur waarin je maanden zoek mee bent. Become a pirate of legend. Just try not to be this one.